Nee, het is heel simpel. Kas komt eigenlijk gewoon uit Gref. Vroeger schreef ik Kees, C-A-S-E. En toen ben ik gewoon gepakt. En ik heb de E weggelaten. Nou ja, de K vond ik qua schrijven vond ik een relaxere letter. Daar kon je veel kanten mee op. Het is gewoon kas geworden. Super easy. Die hidden track die is al best wel oud eigenlijk. Die had ik eigenlijk voor Spiegelreflex bewaard. Dat was een van de tracks die ik toen had kunnen doen. Maar ja, ik vond hem nog niet af genoeg of whatever. Ik wilde het niet doen. En het was toen nog iets te fris. Zeg maar, qua graf. Ik hield het toch het liefst gescheiden. Kijk, vanuit mijn graf verleden ben ik een soort van mensenschuw. Zomaar, weet je. Het heeft iets meegegeven waarbij je toch altijd een soort van paraheid over je hebt. Weet je, je bent toch gewend om altijd om je heen te kijken en om op je hoede te zijn. En toen ik overstapte naar MC'en, toen ja, was het echt wennen gewoon. Dat het, zeg maar, mijn gezicht erbij was. Dus ik had het qua graf heel lang gescheiden gehouden en ik heb nu zoiets van, ja, fuck it, weet je wel, wat gaan ze nou doen ofzo. En ik ben er een beetje overheen gestapt. Maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van hoe ik sowieso muziek benader en hoe ik heel hiphop benader, weet je, vanuit graf. Want voor mij is graf heel puur. Weet je, het is in de anonimiteit jezelf laten zien. Weet je, dat vind ik tof. Het heeft puur met skills te maken, gewoon mensen beoordelen tot wat je kan. En that's it. Dus dat vind ik een heel tof ding. Dat vind ik, zou ik aan hiphop ook fijn vinden als je dat zou kunnen hebben. Weet je wel, gewoon van, ja, je beoordeelt iemand op skills, klaar. Meer niet, gewoon geen image, geen whatever, weet je wel. Hart onder de riem voor alle toffe MC's die tot s'nachts volop muziek maken. Bas door voor de liefde, ja. Kas hoort jullie hier, dus ga maar hard door op de beat. Dat past niet aan, maar als ze hier niet zien staan is jammer voor ze of niet. Het is een van de weinige verhalende tracks die ik heb. Ik ben niet zo'n verhaaltjes vertellen. Maar aangezien inderdaad, die shit is gewoon echt gebeurd, weet je wel. En ja, er is dus zo'n situatie waarin ik in België aan de Holcar had gedaan, samen met een paar boys. Of twee Holcars, of drie Holcars hadden we gedaan, allemaal in one man. Dat was best wel heavy. En ja, als je dan van de yard afkomt, dan ben je best wel gepompt met adrenaline. Dus kwam er een undercover op ons af, weet je wel. En die, ja, die wist eigenlijk niet wat we hadden gedaan, maar dat wisten wij niet. Wij dachten van shit, weet je wel, ze hebben ons gezien ofzo. Dus die zag zo'n zaklamp. Ik zei, oké, op één rennen, ja. Rennen. Dus meteen weg, weet je. Ik viel op mijn bek en die gast bleef al meteen staan. Die was helemaal paren. Weet je, en ja, in elkaar geslagen gewoon met een zaklamp. En toen heb ik dus, zoals ik in die track beschrijf, mezelf kunnen redden. Door middel van zeggen dat ik mijn advocaat ging halen, omdat ze me hadden mishandeld. En ik had het enige bewijsmateriaal wat er was, het fotorolletje met acties van vorige keren, wat heel stom was, had ik tussen mijn bilspleet gedaan. Bij Spiegelreflex heb ik bewust de keuze gemaakt om een bepaald soort tracks te selecteren voor dat album. Weet je, ik wist van oké, het gaat kleinschalig uitkomen, het is bedoeld meer voor de scene eigenlijk. En ik had op dat moment had ik best wel veel tracks over, met kritiek op de scene. Want het was toen helemaal niet zo tof of zo. Het niveau was vrij laag en ik vond zelf Nederlandstalig hiphop toen nog helemaal niet zo boeiend. Zelfs niet eens om te maken. Ik ben er gewoon puur aan begonnen omdat ik dacht van, nou, ik vind hiphop tof. Ik heb gezien dat het anders kan, weet je wel, door bijvoorbeeld Unique en te relaxed, weet je wel, dat waren wel inspiratiebronnen toch wel. En ja, daar wil ik gewoon ook aan meewerken, een steentje bijdragen aan die shit. Maar ja, ik dacht van ja, ik ga geen mensen bereiken, ik breng het helemaal op mijn eigen houtje uit. En toen, ja, met alles uit de kast had ik zoiets van, oké, ik had meer tracks over en dat heb ik nog wel verteld, weet je wel. Zoals ik ook in een van die tracks zeg en geef het terug op het nieuwe album. Weet je wel, van ja, ik ben het zat om altijd maar als een bitch te zeiken. Nu kan ik die shit eens een keer waarderen en fris bekijken. Weet je wel, dat is het ook gewoon echt zo. Ik was het helemaal zat om negatief te zijn, om het te laten beïnvloeden door de scene, whatever, al die shit, weet je wel. Dus ik had nu zoiets van, nee, het is gewoon meer uit mezelf, gewoon als mens en niet als hiphop gast per se. Als ik vind dat de scene te lief is, zou ik dat ook moeten doen. Alleen vind ik diss tracks zonde op een of andere manier. Ik heb ook geen reden om iemand te dissen. Ik heb wel kritiek op dingen, weet je wel. Ik vind wel dat bepaalde dingen beter kunnen. En als iemand mijn mening vraagt van, ja, wat vind je daarvan, dan zou ik die mening ook eerlijk geven. Maar mensen zitten niet altijd daarop te wachten. Dus ik zou uit mezelf niet zeggen van, ja, ik vind die en die niet goed of zo. Weet je wel. Ik gebruik hun wel als inspiratie om stiekem aan hun te laten weten dat ik ze wel door heb. Of dat ik wel weet waar ze mee bezig zijn, dat ik het eigenlijk maar dom vind. Vind je de scene nog steeds lief, Ayo? Ja, tuurlijk, weet je wel.
natuurlijk is de scene te lief. Dat is altijd zo toch. Maar het is wel oké. Ik heb er wel vrede mee hoe het is. Ik vind het een heel positieve ontwikkeling hoe het de laatste tijd is gegaan. Dat zeker weten. Elke held bij Ben is hetzelfde, dus we doen het in het Hollands omdat dat goed is. Voor ons de lol in de music, volop hongerige voeding. We honderden groepen goed in de bossen van tracks met een bedoeling of lekker tof doen het. Gaat hier om het maken, als je kritiek wil leveren, verplaats je een plaatje. Dat is de diepere betekenis, ze weten niks. Er zijn nu best wel veel deuren ook. Op commercieel gebied zijn er best wel veel dingen aan het gebeuren. En dat is allemaal heel goed. Weet je, op mij heeft het nog geen invloed, want ik maak een bepaald soort hip-hop wat niet... Daardoor ook ineens geaccepteerd wordt, weet je wel, helaas. Maar toch zijn er wel mensen die op mijn site terechtkomen omdat ze Lang Frans leuk vinden. En dan dachten van, hey, ik ga Nederlandse hip opzoeken, weet je wel. Ik hoorde laatst van Turry, hoorde ik dat ook. Van, hij kreeg een mailtje van een jongetje van 14 of zo. En die mailde Turry van, ja, ik wil een meisje gehoord op televisie. En toen ging ik zoeken op Space Case en Turry Lext. En toen, nu check ik Los Rebels, VSOP, Cast, Turry Lext, weet je wel, al die shit, weet je wel, omdat het allemaal affiliated met elkaar is uiteindelijk. Dus in die zin is dat super goed en dat gaat alleen maar meer gebeuren, weet je. Dus jij ziet het gewoon heel erg positief in? Ik zie het super positief in. Rotterdam is nooit weg geweest, maar het is nu wel op een andere manier terug. Wat ik heel tof vind aan Winnen en Unique en heel die kazerne-klik, weet je, is dat ze... het op een bepaalde manier terug hebben gebracht. Die sfeer, die rawness, waar Rotterdam vroeger bekend om stond. Weet je, vroeger werden mensen nog van het podium getrapt als ze wack waren, weet je. Maar laat ze maar geen geklooi, we schrijven leuzen tegen kneuzels. David die stenen gooit en in plaats van alleen maar mooie praatjes van deze boys, opnames op de plaats waar we staan in een vredezooi. We houden onszelf ook vaak klein in Rotterdam, hè. Kijk, er gebeuren al heel lang gebeuren de hele goede dingen. Maar op een of andere manier... Even die stugheid en dat, fuck it, ik doe het wel zonder jullie. Dat houdt ons ook een beetje klein uiteindelijk. Dus in die zin hoop ik dat we terug zijn en dat we daar ook zeg maar blijven. Weet je, en dat hun eigenlijk op elkaar gaan trekken op een andere manier. Weet je, ik hoop ook dat het niet alleen bij het klikje blijft uiteindelijk. Weet je, en niet voor mijzelf of zo, maar gewoon puur omdat dat niet nodig is. En omdat er zat talent buiten die klik rondloopt. Wat ook gewoon naar voren zou kunnen. Waar is het volgens jou aan te wijten? Is het echt de instelling van de Rotterdammer tussen aanhalingstekens of... Ja... Ik weet niet, man. Rotterdam is een werkstad. En dat komt overal in terug. Je moet gewoon zelf werken voor je eigen, voor wat je zelf wil bereiken, zeg maar. En dat is de sfeer. Je moet je bewijzen. En mensen verwachten ook dat je je bewijst. Ze zullen ook nooit zomaar niet accepteren. Toen ik pas begon met rap of zo. En toen hadden Excellent en Unorthodox en zo, die hadden ook niet meteen zoiets van, ja, is wel dood. Weet je wel, en moesten me echt ook gewoon eerst even checken, weet je, van oké, wie is het dan, weet je wel, van ja, ik weet niet. En ik moest echt overtuigen door middel van tracks blazen, laten zien, weet je wel. En toen hadden ze uiteindelijk zoiets van, ja man, shit is tijd, weet je wel. Je moet echt wel door een soort van grens heen of zo, of over een grens heen. Dat is wel typerend voor de manier waarop Rotterdammers tegen dingen aankijken. Kijk, uiteindelijk moet je toch een beetje dat Amsterdamse in je hebben. Weet je wel, graag praten, veel praten en gewoon in kringetjes, borreltjes afgaan en weet je wel. Dat hebben Rotterdammers gewoon niet, weet je wel. Bijvoorbeeld Code Red, die zou dadelijk laatst ook een gesprek mee. Die doet onze tour, zeg maar, boeken voor Noah's Ark Tour. En die zei ook van ja, ik kan makkelijk in Amsterdam aan de slag gaan. En dan daar heel veel gigs krijgen of als DJ, weet je wel. Maar ja, je toch, ik vind door Flex gewoon Rotterdam. Weet je, kan net er rondkomen zo. Het is allemaal cool, weet je. Dat is de Rotterdam instelling. Gewoon humble, rustig en gewoon tevreden met hoe het gaat. Maar cool. Maar uiteindelijk brengt het ons niet daarin of hierheen in Medialand. Ik denk dat het vanuit Rotterdam belangrijk is dat de mensen naar voren komen die niet direct willen rappen of willen DJ'en, maar die... bijvoorbeeld organisatorische skills hebben en dat soort dingen en die een zakelijk instinct hebben die mensen naar voren gaan brengen en want dat is sowieso wat een beetje aan hiphop nog ontbreekt en waarom ik juist denk dat het in hiphop heel groot gaat worden. Onze generatie, wij zijn wel redelijk wat ouder, weet je wel, midden eind 20. Wij gaan dadelijk stoppen met rappen, maar wij gaan al onze andere dingen die we kunnen toepassen om die kids die nu 16 of 19 zijn, echt groot te kunnen maken. En dan, omdat wij dat, zeg maar, we zitten nu in het mediapark,
Weet je wel, wij werken hier dadelijk gewoon allemaal. Weet je, in plaats van die mensen die er nu werken, die hebben niks met hiphop. Weet je wel. Het boeit ze niet echt. Het boeit ze alleen maar omdat het nu hot is en omdat het scoort, zeg maar. Je kan er geld mee verdienen. Maar wij geven echt om die shit. En ik denk dat dat uiteindelijk heel erg gaat helpen. En in Rotterdam is dat ook echt nog nodig. Er zijn heel veel rappers die goed zijn. Er zijn heel veel beatboxers, heel veel breakers, weet je wel. Maar het moet nog organisatie zijn. Heeft Rotterdam geen eigen label nodig? Ik bedoel, het is toch eigenlijk belachelijk. Het is dope dat je independent komt, maar het is toch belachelijk dat je met je eigen cd ja. kaart gewerkt om een cd uit te brengen, om clips te maken. En dat je dan met een rugtas vol met cd's moet rondlopen om het kwijt te raken. Het is eigenlijk belachelijk. Ja. Ja, er zou misschien een label in Rotterdam moeten komen, inderdaad. Ik zou alleen niet weten wie dat zou moeten beginnen. Ja, de trekje stinkt, weet je wel. Het spreekt al voor zich. Ik wou iets luchtigs doen. En als je iets luchtigs wil doen, dan kom je op zo'n trek uit. En ik ben altijd een beetje serieus of zo, wat onderwerpen aangaat en de manier waarop ik mijn tracks benader. Maar ja, ik ben ook gewoon... soms een idioot of zo, weet je. En dat kan ook wel in tracks naar voren blijven komen. Ik vond het wel grappig, weet je. En wat ik eigenlijk... Ik dacht ook van... Kijk, mijn ouders die zeiden op een gegeven moment van... ja, maar je moet ook een hitje maken, man. Jij toch? Want je moet gewoon iets bereiken. En als je dat nou één keer doet... Dan kan je daarna weer gewoon je eigen stijl doen. Ik zo... Nee, dat werkt niet voor mij. Maar dat gaat nooit lukken, joh. Ik accepteer gewoon dat het niet gaat gebeuren. En ik doe gewoon wat ik doe. Maar ja, onderbewust ga je dan toch nadenken van ja, maar wat zou ik dan doen als ik een hitje zou maken? En eigenlijk is zo'n onderwerp als je stinkt, leent zich heel erg voor een hit. Als Ali B een track over je stinkt had gemaakt met een hele toegankelijke beat, dan was het gaan blazen als een motherfucker, weet je wel. Maar dat is gewoon een heel tof onderwerp. En ik vind het ook een origineel onderwerp voor een binnen commerciële wereld, zeg maar. Maar ja, ik ben dan natuurlijk weer zo'n eigenwijze gast die dan gewoon hardcore beat ronde knalt. En die er een soort live bounce motherfucking hardcore track van maakt. Ja, oefenen is meer een, vond ik gewoon om het concept gewoon leuk om te doen. Weet je, ik had die track gemaakt met Mike, het is een hele rare track, weet je wel. Een soort rare breakbeat bijna achtige beat. En het concept was gewoon van ja, laten we gewoon gastjes van de straat afkapen en gewoon laten oefenen in de kelder bij Mike. Omdat die kelder er gewoon zo vet uitziet. En dat is ook waar het een beetje gebeurt bij ons, weet je wel. Nu niet meer, Mike woont er niet meer. Maar in zo'n omgeving maken wij muziek en dat wil ik wel graag laten zien. Nou, wat je vindt ben ik gewoon wat meer tijd in aan het steken. En dat wordt meer ja, met animatie, ja, meer high-tech-achtige clip. Geen dure spullen, maar die huis, tuin en keuken shit. Uren vullen we hier omdat het thuis juist het leukste is. Mediapark, we nemen de boel over wat, hm? Ik heb gewoon altijd een backpack bij me omdat ik altijd dingen erin heb zitten. Ik ben de hostelman. Kijk. Ik heb geen normale 9 tot 5 baan of zo. Dus ik verdien mijn geld met clipjes maken voor arme hiphoppers die net te weinig geld hebben om echt een budget aan me uit te besteden. En met cd's verkopen en shirts. Dus in mijn backpack zitten altijd gewoon goodies. Maak hem eens open, verkopen. Even checken wat erin zit. Zal ik hem open? Oké. Let op. Altijd verkoopbaar. Ik zal dat zien. CD's, alles uit de kast CD's, koop die shit, doen, ja. Ja. Wat mij betreft mag hiphop ook best wel klein blijven, weet je, ik vind het wel best zo. Hiphop komt uiteindelijk toch uit een gevoel van opstand en uit een gevoel van shit man, ik ben hier en niemand wil me horen man. En dat moet nu spitten gewoon, ik moet het gewoon kwijt, mensen moeten mij horen, kijk hier ben ik, weet je wel. Dat is een hiphop gevoel. En dat hebben we dadelijk niet meer, als we allemaal geaccepteerd zijn. En dan zitten we overal heel de dag op tv met z'n allen hand in hand. Weet je, dan gaat die honger gaat gewoon weg dan.